Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar zijn we weer. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel, goedenavond. Hartelijk welkom bij deze eerste aflevering weer van een lange serie Kopspijkers. En alles zit er weer in. Cabaretiers komen de week bespreken. De Vergulde Nachtspiegel gaan we uitreiken. Het spel gaan we natuurlijk spelen. En we hebben bijzondere gasten. Maar eerst even uw aandacht voor de filosoof van de week. En deze week is dat Jean-Paul van Gastel van Feyenoord. Die zegt iets heel opmerkelijks. Toen gingen hun backs gingen doorschuiven, waardoor wij de harmonica op het middenveld, dus van links naar rechts kantelen, konden we niet meer belopen, waardoor wij meer onder druk kwamen te staan. Dat gaat me iets te snel. We brengen het nog één keer in beeld, maar dan nu ook kunt u meelezen thuis, want dit gaat te snel. Toen gingen hun backs gingen doorschuiven, waardoor wij de harmonica op het middenveld, dus van links naar rechts kantelen, konden we niet meer belopen, waardoor wij meer onder druk kwamen te staan. Ja, nou, wij zijn er niet helemaal uitgekomen hier, u ook niet. Als u er thuis uitkomt, onder de goede inzendingen verloten wij een jaarkaart voor Ajax. Peter, mag ik even vragen? Peter Heerschop, hebben jullie enig idee? Kunnen jullie hier wat mee? Weten jullie wat het betekent? Nog niet, maar dat zoeken we uit. Jack, we zijn beneden met de week bezig. En ja. Er is morgen een koelloze zondag. Ja. En dan vroegen wij ons af of we dan morgen met de auto door het weiland mogen scheuren. Ik vind hem niet zo leuk. Nee, vonden de jongens ook niet. Precies. Okay. Hey, en mag mijn vrouw wel zonder oormerk de straat op? Ja, ik ken jouw vrouw. Jouw vrouw wel. Oké, bedankt. Peter Heerschop, cabaret zie ik zo meteen. Jacob Sietsema, hartelijk welkom, kunsthandelaar. Ja. Ja? U wilde ons dit ingelijste werkje laten zien, hè? Ja. Mag ik het dichtbij nemen? Jazeker. Ja? Heren, het gaat om dit werkje. Ik laat het even zien op de camera. Oh. Voorzichtig. Dit heeft u, ik meen, in 1985 gekocht, hè? Ja. Wat kostte het? 90 gulden. 90 gulden? 90 gulden. Dat is de lijst wel waard. Ja, dacht het ook. Nee, maar die zat er aanvankelijk niet om. Die zat ook nog niet om. Nee. Wat vond u zelf, wat vindt u zelf van het werkje? Bij ons op het gastentoilet terechtgekomen. U vond het niet zo heel mooi, hè? Ja, nee. Nee. Zag er onmogelijk uit. Ja, het is een pentekening. Er staat wel Vincent onder. Ja. Is dat de Vincent van Gogh? Dat is de Van Gogh. Maar zo'n kalenderblad of uit een boek, hè? Zo'n druk printje. Ja, zoiets had ik aanvankelijk gedacht. Ja. Nou, u heeft het dus op het toilet gehangen thuis. Daar heeft het 10 jaar gehangen. 10 jaar gehangen, ja. Ja. En toen kwam er een taxateur bij u thuis, want... Nee, er is een inbraak gepleegd. En toen moest alles opnieuw getaxeerd worden voor verzekering. En toen heb ik... En toen heeft u deze ook laten taxeren? Ja, als laatste zeg ik, kijk nou ook eens naar die Van Gogh, zo voor de grap. Ja. En toen zei die taxateur, mag ik het er achter het glas vandaan halen? Ja. Ik zei, ja, doe maar. Het is weer, ja, maar dat is een echte pentekening. Dat is een echte pentekening? Ja, dat is een echte pentekening. Hoeveel waard toen? Nou, toen schatte die zo'n 150.000 gulden. Echt waar? Ja. Mijn hemel. En toen heeft u te koop aangeboden? Ik heb in de galerie voor 165.000 gulden te koop aangeboden. En? Niemand heeft dat gekocht. Echt niet? Nee. Ik bied nu 165.000. Ja, nee, 200.000. Rijker ben ik niet. Nee. 250? Nee, het is niet meer te koop. Waarom niet? Want dat was 1995. We zijn nu 4 jaar verder. Hoeveel is het? Nou ja, dat gebeurde allemaal 2 maanden geleden. Stond op de voorpagina van de Volkskrant. Ja. Er wordt een soortgelijk tekening verkocht op 7 december bij Sotheby in Londen. Ja. En die is getaxeerd op 11 miljoen gulden.
denkt u dat u dit, dat de VARA en u dit overleeft? Mijn hemel. Schrikt u niet. Nee. Dit is een kopie. Ja. Jullie willen natuurlijk de echte zien, hè? Die is er, hoor. Zonder dat jullie het weten zitten jullie al een hele tijd hier tegen een schilderij van 10 miljoen aan te kijken. Vandaar ook dat daar echte bewakers staan. Dit is het schilderij van 10 miljoen. Hè? Dit is het schilderij van 10 miljoen. Dit is de kopie. Dit is de kopie. Hopen we dat we ze niet voor de uitzending verwisseld hebben. Nee. Is die nou nog te koop? Nee, is niet te koop. Waar heeft u hem, waar bewaart u hem nu? In de kluis, in de bankkluis. Maar dan zie je hem nooit meer. Nee, dat is het nadeel. Dat is het nadeel, hè? Ja. Ik geef hem weer aan u. Ja, dank u wel. En hij gaat onmiddellijk met die jongens mee naar de kluis. Dank voor uw komst dat u het wilde laten zien, heer. Tot u. We zien het. We gaan kopspijkeren. We gaan kopspijkeren in het goedkoopste spel van de Nederlandse televisie. Je hebt nodig een houtblok, twee spijkers, twee hamers en wat leuke fragmenten. U kunt ons daarbij tippen als u iets ziet op tv waarvan u denkt, nou dat zou voor het spel leuk zijn. Stel op de lokale tv of regionaal, wat dan ook. Tip ons, schrijf ons, bel ons, e-mail ons. We doen het vandaag met twee kandidaten die u kent. Het waren namelijk vaste medewerkers aan kopspijkers. Hier zijn Dominee Gremdaad en Rob Campus. Hoi. Dominee, u bent tegenwoordig op maandagavond op Net 5. Ja, dat klopt, ja. Dan heb ik wat meer zendtijd gekregen dan ik bij u had. Ja. Dus daar heb ik voor gekozen. Nou, nee, niet voor het geld, want je verdient hier meer dan bij Net 5. Maar het is meer voor de ruimte die ik gekregen heb. En de vrijheid is hetzelfde. Om het te maken. Maandagavond dus vind ik wel prettig daar. Ja, maandagavond 5 over. Maar ik mis het wel hier. Ja, mist u ons toch? Ja, nou, dat vind ik nou weer lekker om te horen. Ja, komt toch lekker weer terug. Ja. Rob Campus, ook naar commerciële omroep gegaan. Ja. Jij kreeg een eigen programma bij RTL 4, de 8 plagen van Rob Campus. Komt dat weer terug? Dat komt, als het goed is, ik geloof volgend jaar april terug. We zijn nu met de voorbereiding bezig. En dus het komt terug, maar ik weet niet helemaal of het april of maart is. Dat zien we wel. We gaan gewoon vanaf januari gaan we klaarzitten. En dat is heel goed. Ook voor het geld, dan moet je ook vragen. Oh ja, dat betalen zeker ja, beter? Ja, absoluut. Ja, veel beter. Oh, dan moet je daarheen, want die betalen heel veel beter. Ja, maar ik denk dat het misverstand is dat de commerciële zoveel meer betalen. Ja, dat is helemaal niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Jij goed, nee, voordat we daarover verder gaan. Jij bent ook met je theaterprogramma in première gegaan. Ja. De Hernia van Atlas. Ik las een wereldrecensie in de Telegraaf. Ja. Waar speel je dat allemaal? Moeten we dat het hele land, even denken. Komend seizoen. Tot februari van Doetinchem tot Drachten. En dan de andere kant op. Nou, ik ga niet verder uitleggen hoe het spel in elkaar zit. Dat weten jullie nou zo langzamerhand wel. Het gaat om fragmenten. Dat is de hamer, dat zijn de spijkers. Klaar? Ja. Kijk uit voor uw bril, dominee. Ja, nou ja. Of hem hier, leg hem anders hier. Zo. We gaan naar de troonrede. Er was een heel programma omheen, vorige week dinsdag op televisie. En we laten jullie even een klein stukje uit het programma zien op Nederland 2. Ja, en niet politieke inhoud, natuurlijk niet. Maar de koningin, ik zei net, bereidt dat heel grondig voor minister-president. En ze heeft wel degelijk invloed op stijl en op redactie. Ja. Nou werd ditzelfde programma tegelijkertijd op Nederland 1 uitgezonden. Maar dan voor de doven en gehoorgestoorden. Ja, ja. En dan brengen ze een dove tolk in beeld. Maar daar gaat die regisseur natuurlijk heel goed mee om. He, die moet hij zo in beeld brengen dat verder het beeld niet stoort. Waar heeft de regisseur de dove tolk in beeld gebracht zodat het niet het beeld verstoort? Heeft hij dat linksonder gedaan, in het bloemstuk, rechtsboven? Ik zou het in dat gebrandschilderde raampje doen. Daarboven, het oude gebouw van de Tweede Kamer. Ja. Daar kan ik denk dat hij het kiest voor de minst belangrijke persoon. En dat is in dit geval Ferry Mingelen. Dus dat hij over Ferry Mingelen heen gaat. In dat hoekje, zo, ja, daar, over zijn arm heen, zeg maar. Ja, daar? Ongeveer, ja, net onder die microfoon, ja. Nou, laten we kijken. Ja, en niet politiek. Natuurlijk niet, maar koningin, ik zei net, bereidt het heel grondig voor minister-president. En ze heeft wel degelijk invloed op stijl en op redactie. Dat is heel erg voor Maartje Verwegen, want nou blijkt dat zij de mindere persoon is in dit fragment. En bovendien, tot die regisseur zou ik willen zeggen, ze zijn doof, niet blind! Ja.
Mijn hemel, die man die kan niet groter in beeld. Nee, maar weet je wat zo leuk was? Diezelfde dove tolk mocht even later een klein stukje meerijden in de Gouden Koets. Mocht hij even met Beatrix praten. Moet kijken wat wij zagen. Kijk. Hey. Oké. Okay. Niet aan me komen, hè. Zo dat blik heeft u een beetje. De volgende vraag. De coach van Feyenoord, Leo Beenhakker, heeft iets te zeggen over spelers. Kijk. En dan bedoel ik met de periode dat je in 3 weken tijd 7 wedstrijden speelt. Waarbij ik blijf roepen en blijf zeggen dat de eerstvolgende altijd het allerbelangrijkste is. Dat is ook nu. Ik bedoel, het heeft helemaal geen zin om hier alles op alles te gooien en op nationaal niveau een beetje te gaan lopen. Ja, op nationaal niveau gaan die spelers een beetje lopen te... Hij krijgt het bijna niet uit zijn mond, maar wat gaat hij zeggen? Ze lopen te... Te beenhakken. Te beenhakken, zou die ja? Lopen beenhakken. Te voezelen. Te voezelen. Beenhakken of te voezelen? Ja, het zal het geen van beide worden. Dat weet ik niet, laten we kijken. Sla bakken. Op nationaal niveau een beetje te gaan lopen huppelkezen, dat schiet niet op natuurlijk. Nou, huppelkezen zit tegen het voezelen aan. Zit tegen het voezelen. Ja, dat is gewoon zo. Even lekker met elkaar huppelkezen. Huppelkezen is een vorm van voezelen. Ja, jij bent gewoon. Ja. Dat is helemaal niet waar. Ja, dat is. Ja. Zo. Maar jij vindt het. Nee, het is wel waar. Nee, het is helemaal niet waar. Je weet toch wat Kees is? Je weet toch wat Kees is? Je hebt zwaaien. Zwaar zit te schuiven hier. Hier zo. Ja, maar kezen is hetzelfde een beetje als beenhakken. Dat is ook ja, waar. Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook zo. Dat beenhakken is een hele smerige uitdrukking voor huppelkezen. Dus ja. Ik vind het al. Ja, dat is nou, ook zo. Rob, jij je zin. Ja, klopt niet helemaal, maar goed. Nou ja, het moet toch een klapje. Onrecht gaat moeten zijn. Gaat in de wereld. Gaat hij? Ja. Ja. Nou, een stukje. Let op, heren. Een opname van de regionale televisie Noord. Ilona Rutjes illustreert nog even hoe ver ze kan gooien. Ja. Zij gaat demonstreren hoe ver ze kan gooien. Dit is een regionale wedstrijd in Groningen, atletiekwedstrijd. En iedereen ziet dat zij een nieuw nationaal record gaat gooien. Hoe komt het dat ze dat kunnen zien? Bij die wedstrijden wordt altijd een lijn getrokken, een rood lijn. Dat is dan het nationaal record. En dan ziet het publiek ook meteen hoe ver ze gooit. Zij gaat daar inderdaad overheen. Toch moet de worp ongeldig verklaard worden. Waardoor? Ik geef je 3 mogelijkheden. Ze gooit te ver. Ze gooit hem uit het stadion. Of de wind blaast hem terug, waardoor hij alsnog voor die lijn valt. Een 3de mogelijkheid. Hij gaat dwars door die gozer heen, daar links. Dat zat bij deze. Mag ik al iets zeggen? Frank, ik denk dat hij door de wind afwijkt en buiten het stadion valt. Ja. Dat kan. Ik denk dat ze zo laag over de grond scheert dat hij in het slootje aan het einde belandt. Ja. Het ziet er trouwens heel slank uit. Ja. Ja, het is geen goede kogelstootse. Laten we even kijken. Ilona Rutjes illustreert nog even hoe ver ze kan gooien. Let op. Ja! Oh, en telt hij nou echt niet? Hij telt niet. Hij kreeg hem op zijn knie en hij krabbelt ook weer op. Maar de worp telt niet. En ze had een nieuw nationaal record gegooid anders. Ja. We gaan in jullie vakgebied, want er moet geslagen worden. Er moet nou geslagen worden. Ja, het ging niet op, hè? Let op. Nou, we hebben wel veel geslagen. Nou, niet veel. Sla me 1 keer tussendoor. Jongens, wie doet het spel nou? Ik? Ja, vakgebied. Jullie collega-theatermakers, dood of levend. We hebben ze achter dit scherm gezet. Achter ieder vakje zit 1 van de theatermakers. Je hoort heel kort zijn of haar stem. Onthoud wie het is en waar die zit. Duidelijk? Taka! En allemaal mee eten. Roepie, roepie. Nou ja, goed. Nee, maar goed. Nee. Dat zijn leuke dingen. Zeer bekwaam. 1 stoplicht springt op rood. Dat zullen we nog wel eens zien. Nou, ik hoop dat jullie ze onthouden hebben. Pak je hamer. Ga snel spelen. Rob, voor jou de eerste. Freek de Jonge. 8. Kijken. Dat zullen we nog wel zien. Goed. Ja. Kom ineens. Wim Zonneveld. 2. En allemaal mee eten. Hop. Brigitte Kaandorp. 4. Ja. Nou ja, goed. Nee, maar goed. Nee. Klap. Hij gaat schepen, mag ik Dat is jouw schuld. Oh. Dominee Toon Hermans.
3. Hij is weer goed. Klopt. Ho, ho. Ik zag hem misgaan. Rob, Paul van Vliet. Oh, shit, waar zat hij nou? Ik denk 7. Kijken. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. Oké, we hebben er, dominee, voor u nog. Wim Kan. 6. Ja. Zeer bekwaam. Ja. We hebben er nog 2. Ik weet wie 1 is. Wie het zometeen het eerste zegt, ik noem de naam wie het eerste zegt, mag slaan. En voor de competitie bied ik daar ook nog de grote hamer bij aan. Wie het eerste zegt, ja? Oh, dat maakt niet uit. Let op. Goed, ja. Joep van Teen. 1. Ja, dat is 1. Maar hij zei al 1 voordat je het had gezegd. Ja, nee, dit is gewoon weer... Is die gereformeerde vuile ja, hij was eerder. Ja, hoor. Hij was eerder, maar we maken hem moeilijk met de wereld. Ga ik hem zo doe ik gewoon daar. Ja. Kom maar, dominee, kom maar. Ja, die is goed. Mag ik dat ook gewoon voor Nee, we spelen eerlijk. Mag ik hem niet helpen uit medemenselijkheid? Ik zou het niet willen, dominee. De laatste. Oh, ja, goed zeg. De laatste. Ik heb hem niet gecontroleerd, maar ja, klopt. Ja. De laatste. De vraag is even, je weet al wie er zit, dat is Herman Vinkers. Oh, met, Herman Vinkers, makkelijk. Let op, want je kan. Je kan nog winnen. Ja, ik ram hem er in één keer. Herman Vinkers zei: een stoplicht springt op rood. Ja. Waar het mij om gaat, wie van jullie, en je kan nog winnen, Rob. Wie van jullie het gedichtje afmaakt wat hij zegt. Een stoplicht springt op rood, voor in groen en allemaal hadden wat te doen. Ja. Zeg het maar, wie van jullie het eerst is? Het stoplicht springt op rood, voor in groen. Allemaal hadden wat te doen. Ja, kijk eens. Altijd wat te doen. Ja. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd ander. Eerlijk gewonnen. Eerlijk gewonnen. Nou, let op. Dat in de middeltijd. Komt ie. Ja, nou wat denk je? Schep maar zo'n stukje. Ja. Nou, dominee, gefeliciteerd. Ja, de kist valt uit elkaar, maar dominee, van de harte gefeliciteerd. De kist valt uit elkaar. Beter deze. Dat is beter dan mij, ja. Omdat het jullie afscheid is, dank voor jullie medewerking, Kopspijkers. Het gaat jullie allebei heel erg goed. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Je hebt mensen die hebben straatvrees, je hebt mensen met hoogtevrees, claustrofobie bestaat. Sascha Mos, welkom. Welke angst, welke fobie heb jij? Ik ben bang voor verstopte toiletten. Bang voor verstopte toiletten? Ja, je moet er zelf om lachen. Ja. Vertel, wat houdt dat in? Wat betekent het voor? Nou, als er niks gebeurt, is er niks aan de hand. Maar als het water omhoog komt, dan springt het. Daar ben je bang voor? Ja. Wat betekent dat voor jouw handelen op het toilet? Ik zal nooit de toilet doortrekken voordat ik de deur open heb gedaan. Dus eerst de deur open, en dan doortrekken. Dan kan ik weg. Maar wat gebeurt er als dat niet kan? Stel, je zit in een heel klein toiletje en... Ja, dan ga ik zweten. Echt waar? Waar komt het vandaan? Ik heb geen flauw idee. Geen flauw idee. Toilettenfobie. heb je hulp gezocht? Nee. Nee, ik kan ermee leven. Je kan ermee leven? Ja. Ondanks de wetenschap dat je panisch kan worden ervan. Ja. Ja. Barry Rijkers, zou daar hulp bij mogelijk zijn? Ja, absoluut. Daar is ze vanaf te helpen? Ja. Ja, jij bent van de Stichting Trainings en Advies en Begeleidingscentrum De Drempel. Jullie houden zich bezig met het helpen van mensen met een fobie. Ja. Jij bent deskundige uit ervaring. Ja. Welke fobie had jij? Een extreme vorm van angst. Ik heb dus 7 jaar binnen gezeten eigenlijk. Want met straatvrees, kwam niet onder mensen meer. Echt binnen gezeten? Nou, 7 jaar lang? Nee, niet echt 7 jaar lang binnen gezeten, maar met momentopnames. En de ene moment was het zo dat je dus niet in de file kon staan. En de andere moment kon je niet in een tunnel, dan kon je niet naar een feestje toe. Dan blokkeerde het weer om naar je werk te gaan. Dus al dat soort dingen eigenlijk, kan je het zeggen, extreem. Heb jij hulp gezocht toen? Ja, ik heb wel hulp gezocht en uiteindelijk ook bij een RIA gekomen, maar ik kon niet echt een bevredigend antwoord erop vinden, waardoor ik zei van ja, waarom ik en waarom niet mijn buurman? En toen? Wel op een goede wijze geholpen, maar niet voldoende, niet bevredigend. En toen ben ik dus uiteindelijk mijn hele proces van 7 jaar ben ik zelf gaan analyseren. Mm-hmm. En ben ik op zoek gegaan naar, ja, wat is nu angst en waarom ik?
En ja, na heel veel zoeken uiteindelijk daar de sleutel voor gevonden, ook voor mijn eigen proces. En uiteindelijk met diezelfde sleutel mensen gaan begeleiden nu. Ja, want je hebt, ik heb erover gelezen, je brengt de angst tot behandelbare proporties terug. Ja, ik maak het inzichtelijk. Kijk waar het vandaan komt, ja. Hè? Maar ik maak het ook inzichtelijk. En probeer het op die manier terug te brengen. Gerrit Benink, ook welkom. Jij hebt al 7 jaar lang een hele opmerkelijke fobie. Ja, bekend geworden door de filefobie. Ja, wat houdt dat in, die filefobie, voor jou? Ja, filefobie is voor mij iets dat je dus in de file komt te staan. En dus bijvoorbeeld van Bonen naar Den Haag toe. En dat je dan in één keer ziet, hey, je kunt niet meer verder. Hè? Alles staat stil. Want dan beginnen de darmen et cetera een beetje te werken. Dus dan moet je eruit. Dan jij moet poepen als je in een file staat. Dat kun je wel noemen, ja. Snap je dat mensen daarom moeten lachen? Snap ik best, ja. Ja. Maar hoe los je dat dan op? Ja, hoe los je dat dan op? Je zal wel eens in een file komen. Ja, dat klopt. Hoe los je het op? Nou, normaal gesproken tankstations. Ja, wel eens in de berm, heel wat is gedaan, hè. Ja. Dus, maar normaal gesproken uiteraard een tankstation of een restaurant. Het is een keer fout afgelopen, hè? Dat is een tijdje geleden inderdaad fout afgelopen. Vertel. Ja. Nou, ik ben naar richting Velp ben ik een keer aangehouden via de politie. Omdat ik eigenlijk achteruit reed van de oprit naar Velp toe. Behoedzaam naar beneden. En dat ik dus erg naar terug. Naar de benzinestation. Ja, omdat er dus een file stond. En in één keer, ja, word je panisch, moet je eruit. Dus dan komen de mensen in de blauwe auto met de lampjes komen eraan. En je werd aangehouden. Dus op dat moment kreeg je een boete. Helemaal terecht. Hebben we ook nooit bestreden. Maar ik vroeg dus, dit is mijn probleem. En kijk eens wat we daarmee kunnen doen. Maar goed, je werd eigenlijk een beetje voor gek verklaard. Je moest gewoon de file weer in. En met andere woorden, poep je maar in je broek. Ja. Dus ik was wat dat betreft vrij... Heb je de boete betaald? Heb ik niet betaald, nee. Het heeft meer een jaar gelopen, dus eigenlijk dan zie je ook het onbegrip wat eigenlijk dit hele verhaal met zich meebrengt. Dat je dus een hele juridische weg gaat bewandelen. Ja. Ik ben daarin eigenlijk ook vrijgesproken in verband met het noodgeval. Komt dat vaker voor dat mensen door een fobie altijd moeten poepen? Is dat een kenmerk? Dat je... Jij bent niet. Dit ja, is natuurlijk... ja kijk, het gaat natuurlijk wel op je lichaam. Voor jou is het makkelijk, want jij bent toch op dat toilet. Ik ga gewoon weer terug. Ja, jij gaat terug als die deur maar open is. Als die mij doorloopt. Ja. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel op je maag en op je darmen. Dus het geeft heel veel spanning met zich mee. Dus mensen worden misselijk. Mensen lopen daar dus ook voor weg. Dus, ja. En ook het idee dat je dus uiteindelijk dus, denkt van ja, dadelijk ga ik aan de diarree. Ja. En dus kies je een beroep waar je niet veel op de weg moet zitten. Wat is jouw beroep? Klopt, ik ben vertegenwoordiger. Al 12 jaar lang. Maar hoe doe je dat dan, voordat je vertrekt? Nou, dat is gewoon een heel ritueel. Kijk, er zijn 2 mensen die er last van hebben. Dat ben ik zelf en dat is mijn vrouw. Omdat we daar eigenlijk een beetje rekening mee houden aan met het eten. Dat je zegt, nou, bepaalde dingen heb je minder last van. Ja. En dan ga je dus je route kiezen zo dat je eigenlijk dingen gaat omzeilen. Ja, als je nu naar Den Haag moet, dan ga je allemaal kijken of je gaat echt heel extreem vroeg weg. Ja, ja. En niet overwogen om een ander beroep te kiezen? Wel eens overwogen, maar op een gegeven moment was het voor mij net wat zij ook zegt, niet echt iets van, ja, het zal er dan wel bij horen. En je gaat er dan niet echt verder in. Want jij hebt ook verder geen hulp gezocht, hè? Ik heb verder geen hulp gezocht. Uiteraard de huisarts, et cetera, die is het verhaal bekend. En die kunnen niks doen. Nou, niks doen. We zijn daar niet in verder gegaan. Omdat jij zegt, nou, je gaat er zo mee om. Ja. Wat is jouw beroep? Ik ben verpleegkundige. Maar dan moet je heel veel mensen op het toilet. Ja. Maar dat is geen probleem? Op zich niet. Alleen ik help ze eerst weer terug naar de tafel en loop daarna terug om het toilet door te trekken. Waarom wilde je dat verhaal niet vertellen? Nou, omdat het eigenlijk uiteraard een tijd geduurd heeft. Kijk, om dit eigenlijk voor de camera te zeggen, het bijna 1,5-2 jaar geduurd. Ja. Om eigenlijk eens kenbaar te maken het onbegrip wat er is. Of het voor nou in mensen, de werksfeer is. Voor iedereen die een fobie heeft. Mensen begrijpen er niet van. De omgeving reageert ook raar, hè, op mensen met een fobie. Ja, omdat je in heel veel dingen natuurlijk gewoon eigenlijk normaal functioneert. Ja. En op sommige punten dus niet. Dus je wordt al heel gauw voor gek verklaard. Ja. En je wordt al feitelijk over het hoofd gezien op een gegeven moment. Ja. Dat is je reden van... Ja, dat is de reden om daar wat aan te doen. Ik dank jullie wel. Ik zeg normaal, de stichting heet De Drempel. En daar worden mensen met een fobie, kunnen daar terecht voor hun probleem. Dank dat jullie het wilden vertellen. Dank voor je komst. Mijn volgende gast die woont in België. Daar waar de rijken wonen in Braschaat. Hij heeft een hekel aan Elvis-imitatoren. En hij heeft een broertje dood aan Elvis-playbackers. Dat vindt hij echt allemaal lijkenpikkers. Zelf werd hij in de geboorteplaats van Elvis uitgeroepen tot de best gelijkende Elvis. Hij is 60 jaar en beschouwt zich al 45 jaar als de broer van Elvis. Wow.
Goedendag. Hallo. Jack Spijkerman. Ah, hoe is het? Alles goed? Hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Hartelijk dank. 10.000 sterren Elvis Presley-imitatie. Mijn hemel. Ja. Wat zijn de overeenkomsten tussen Elvis en jou? Ik heb kerkzang gedaan. Ja. Was ik 12 jaar en dan wist ik van Elvis niks. Ik ben truckdriver, gelijk Elvis ook geweest heeft. Ja. Mijn moeder geleek op Elvis zijn moeder. Dat is zijn moeder. En dan, ik heb bij Elvis in het leger gelegen in 1958. Dat wilde ook lukken. Hè. Hetzelfde jaar. Er was nog een overeenkomst, hè? Jij het Victor? Het platenmerk van Elvis is RCA Victor. Hè. En mijn naam is ook Victor. Allee. Het kan allemaal geen toeval zijn. Nee, het kan niet meer. Ik weet het niet. Zijn er nou ook verschillen? Ik denk het niet, want ik ben ook een zachte. Ik drink niet, ik rook niet. Ik heb vroeger sigaren gerookt. Maar Elvis, die dronk wel, toch? Ja, dronk wel. Maar ik kon Elvis toch niet uitbreken. Ik ben te grote fan, ik denk niet. Dronk uit wij zijn niet. En hij snoof wel eens wat. Ja, dat zeggen ze natuurlijk, maar ik moet het allemaal zien. Hè. Ik geloof er is iets natuurlijk, hè, want hij pakt een pillen voor wakker te blijven, voor te slapen. Ja. Bij mij zijn dat geen drugs natuurlijk. Nee, niks. Ik pak niks. Dat gaat allemaal. Komt eruit, lekker erin zitten. Ik wil Elvis eren en ik wil hem niet afbreken. Wat is het? Is het een broer? Ja, gelijk een broer, ja. Ja? Maar gelijk een broer, ik voel dat. You're so young and beautiful and I love you so. Dit is min of meer een museum, hè? Een klein museumetje, ja. Van mijn eigen en van Elvis. Trofeeën zijn al van mij. Wat vindt je vrouw ervan? Ja, mijn vrouw die vindt dat natuurlijk leuk, hè? Ja? Ja, dat vindt dat leuk. Die hoort Tom Jones natuurlijk graag, en neemt er ding. Maar die vindt dat leuk, hoor. Maar die is hier niet meer volgens mij, hè? Nee. Want die werd er gek van om je Ja, die werd een beetje, ja. Maar zo'n pak, hè? Dat is je Elvis pak, daar treed je altijd in op? Dit is, ja, dat is 1 van de 20 kostuums dat ik heb, hè? 1 van de 20? Yes, sir. En dat zijn dan mijn pakken. Laat zien. Enkele. Laat eens zien. Laat eens, Ik zal er zin uitnemen. Hoe kom je aan die pakken? Ja, een opera maakt die en een gepensioneerde vrouwenpak. Dat is altijd dik gelijk van Elvis. Hè. Dat is mijn lievelingspak. Van Elvis trouwens ook. Hoor. Maar volgens mij ben je niet alleen fan van Elvis, nee, hè? Nee. Ik ben normaal. Voor de vrouwen ben ik ook mooi. Daar ben je ook. Daar ben ik ook van, man. Ja, dat is duidelijk. Dat is normaal. Hè? Dat had Elvis ook, geloof ik. Ja, dat denk ik het wel, ja. Je moet straks live optreden. Yes. Ga je daarheen? Maar je rijdt zelf niet, hè? Nee. Je hebt een chauffeur? Ik heb een chauffeur. Hoort dat? Want dan zit jij op de achterbank? Ik zit op de achterbank. Normaal hoort dat niet. Maar ik vind het wel mooi. Soms mijn bodyguard, Guido, die doet dat met zijn gouden Mercedes. Mij voeren. Tikkels. Hij rijdt tikkels met mij naar de shows. Ja, heel dikkels. Voel je dan een ster? Ja, ik voel me toch altijd maar gewoon, hè. Ik ben er fier op, maar ik blijf met mijn 2 voeten op de grond staan en daarom blijf ik zo lang, denk ik. Zenuwachtig? Oh, ja, vind ik niet gezellig, hoor. Nee, ik heb nog niet veel meegemaakt, hè. Nee, kom, Bukker, want ze mogen je niet herkennen nog, hè. Nee, ze zullen me wel herkennen, denk ik. Nee, maar we houden het zo dicht. Naar links. Naar links. Ik zeg het al, meisje, ook. Angel, hè. Nou, dat moet gelukkig brengen. Nou, zometeen moet je optreden. Heb je het gevoel dat je dan contact hebt? Met Elvis. Ja? Met Elvis. Hoe gaat dat? Ik kan dat niet vertellen. Zegt hij iets tegen je? Ja, die geeft me precies leiding, toch? Ja. Daar heb ik al jaren, ja, met mij. Ja. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is iets... Hij wenst je succes? Succes, dat wel. Hij spreekt Nederlands? Denk het. I don't know. Het zal wel zijn. Hij kan alle talen, zegt hij, Elvis. Zegt hij dit in het Engels tegen je? Hoor je hem in het Engels praten? Ik hoor hem in het Nederlands praten. Je hoort hem in het Nederlands? Ja, hij is niks aan het aardigen. Knap van hem. Dat is knap van hem. Dat wist hij niet. Dat is een onthulling. Elvis spreekt Nederlands. Sure.
Zo, hé. Hoe ging het? Hoe ging het? Het viel 100 en 100 mee, hoor. Het zijn allemaal politie en zo. En stijf, maar ze deden goed mee. Ik vond het verschoten. De tweede maal straks zal dan ook beter zijn, natuurlijk. Ik vond het een succes. Het was goed, ja. Hey, stop, hè. Wat vind jij nou het mooiste nummer? Are you lonesome tonight? One night? Zou je dat voor mij kunnen zingen? Ik kan wel een regeltje proberen. Are you lonesome tonight? Do I miss him tonight? I'm sorry, we're drifting apart. There's your memory strain. I do a bright summer day. Wherever I'm kissed you and call you sweetheart. Dank je. Oké, daar zijn de heren weer. Figo Waas, Peter Heerschop en Lebbes. Oké, en dat betekent tijd voor onze vaste rubriek deze week. En deze week in deze week de week die is geweest. Jack, ik krijg een paard van je. Een paard? Ja, ik heb nieuwe collega's aangebracht. Kijk, dit is Fico. Fico, zeg even wie je bent. Hoi, ik ben Fico. Ja, en dit is Lebbes. Lebbes, zeg even. Hoi, ik ben Lebbes. Zo, dus ik krijg een paard. Of een pony, of een koffiezetapparaat. Geef nou wat, man. Wat bedoel je nou, man? Ja, dat heb ik van de thuiszorg. Moet je even kijken. Hier. Wil je een paard? Werf een collega. Kijk, daar hadden ze te weinig mensen. Ja. En dan hebben ze zo gezegd, als je nou mensen aanbrengt daar, dan krijg je punten. Nou, ja. Ik heb spijkerpunten, dus ik krijg een paard. En wat krijgen wij dan? Niks. Nou ja, of je moet ook iemand nieuw aan weten te brengen, dan krijg jij ook een paard. Ja, het is een soort piramidespel. Dus je moet er lekker vroeg instappen, anders zijn de paarden op. Ja, wie gaat die paarden dan verzorgen? Nou, die mensen van de thuiszorg. Ja, er is al een... Ja, maar er is toch al een tekort aan verzorging? Daar straks is er ook een tekort in de paardenzorg. Uiteindelijk gaan al die bejaarden die paarden verzorgen. Ja, dat is een slecht plan. Ja, een slecht plan. Nou, oké, laten we dan meteen maar naar jullie verzoek gaan. Want daar belden jullie over. Ja. Die moest ik meebrengen voor jullie. Hier is hij dan, de nieuwe Dikke van Dalen. Oh, nee, sorry. Dat was een misverstand. We bedoelen de Dikke van Balen. Dat is die VVD'er. Die werd verdacht van extreemrechtse sympathie in zijn jeugd. Oh, ja. Zit nu in de Tweede Kamer voor de VVD. Ja, dat heb ik gelezen. Die kon je in de supermarkt in België 100 gulden goedkoper krijgen. Nee, dat is wel de Dikke van Dalen. Oh, dan heb ik het niet gelezen. Nee. Oké, maar die Van Balen, jongens, laten we daar dan maar over hebben. Wat vinden jullie ervan? Nou ja, Van Balen is natuurlijk überhaupt gans rehabiliteerd. Ja, dat hebben ze even gelijk. Die is gecijferd. Nou, wat mij betreft van alle smetten vrij. Ja, ja. Dus daar kunnen we geheel onbevooroordeeld naar kijken? Zeker. Nou, komt-ie. De heer J.C. van Balen is in het gebouw de Kamer aanwezig om de voorgeschreven eden af te leggen. Ik verzoek de griffier om hem binnen te leiden. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, naar beneden houden die arm. Hou naar beneden. Hou naar beneden. Hij gaat het toch doen. Niet doen. Hij gaat het toch doen. Hans, je moet het niet doen. Niet doen. Ja! Nee, dat is maar een halve. Dit is zoeken wat jullie doen, hoor. Ja, misschien heb je wel een beetje gelijk. Laten we gewoon eens kijken wat hij een minuut of 10 later doet. Maar geheel onbevooroordeeld. Binnen de VVD-fractie heeft men zich noodgedwongen neergelegd bij de terugkeer van Van Balen. Want na zijn rehabilitatie kon hij niet langer worden geweerd. Nee. Nou, het is nog niet bekend met welke onderwerpen. Misschien zien we toch dingen die er helemaal niet zijn. Nee, dat zou heel goed kunnen. Goed, laten wij. Maar hoe gaat zo'n kamer dan met zo'n Van Balen om? Want ik zie wel iemand die al meedoet. Jack, het is hypocriet. Oh ja? Zo'n poppen van de SP, ken je? Poppen van de SP. Die heeft hem wel een hand gegeven, maar die heeft hem niet gefeliciteerd. Ja. Ja, dat is net zoiets als hetzelfde als naar de hoeren gaan en alleen maar om te praten. Ja. Ja. Ja, dus dat je dan wel lid bent van de VPRO, maar dan niet naar de programma's kijkt. Ja, dat is hetzelfde als iemand een hand geven en hem dan toch niet feliciteren. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja, precies. Nou, laten we dan maar gaan naar het echte schandaal, jongens. Commissaris van de Koningin Leemhuis van Zuid-Holland. Ja, ik begrijp dat niet. Ik lees dat ook niet. Ja, er staat er bankieren in de kop. Nou, dan begrijp ik het niet. Moet je juist lezen, bankieren? Ja, nou, ik heb er niks mee. Nou, leg het me uit dan, makkelijk. Je hebt de provincie Makkelijker. Ik ben de provincie Zuid-Holland.
Oh, ja? Hey, Zuid-Holland. Hey, jij bent een bedrijf. Ja, wat voor bedrijf? Een hotel. In een hotel. Nee, je bent een hotel. Een hotel. 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 Lemmens is de bank. Ja, oh, ja. Je bent een beetje streng kijken. Maar... Goed. En het hotel gaat naar de bank om geld. Ja. Mag ik geld? Ah, geef een beetje geld, man. Nou, hij geeft het niet. Nou goed, maar dan gaat de provincie naar de bank. Lemmens, bank, mag ik wat geld? Ja? Dus ik heb geld. Kom. Ja, jij zegt mag ik geld? Mag ik geld? Ja, je mag heel veel geld. Kom maar. Ja, oké, okay, dank je. Ja. En nu dan? Ja, dan moet je uitgeven. Uitgeven. Gaan we helemaal uitgeven? Ja, uitgeven. Zo, het is op. Hè? Ja, nee, je moet het teruggeven met rente. Nee, ik heb toch alles weggegeven? Ja, nu gaat Jack meespelen. Leuk. Jack? Wie ben ik? Jij bent minister Peper. Ja, en wat moet ik doen? Jij moet weg. Ja. Nee, hij zit hier gewoon een beetje mee te kijken naar wat we doen. Je doet helemaal niks. Ja, nou ja, mooi. En jij bent verantwoordelijk, dus je bent schuldig. Wegwezen. Wegwezen. Ja. Ah, nou begrijp ik het. Nou, Jack, je zet een goede Peper neer. Hey, maar ik heb wel een beetje verstand van banken, want ik heb namelijk de reserves van Barcelona. Moet je eens even kijken hier, op een rijtje. Bogarde, Kluivert, Cocu, De Boer, Litmanen. Kijk, meneer Michael van Praag, dit noemen wij nu de bank. Ik heb ook een foto. Weet je dat wij dus de allermooiste cocaïnesmokkelaars van de hele wereld hebben? Wij in Nederland hebben die. Ja, Nederland. In Peru, in een gevangenis, heeft ze een misverkiezing gewonnen. Ja, dat is in Nederland. Geweldig. Zo hypocriet. Nou. Het is gewoon een misdaad. Die heeft cocaïne gesmokkeld. Dat vind ik verschrikkelijk. Nee. Ja, maar jij hebt de foto niet gezien. Nee. Hartstikke idee. Zo is die van ons. Ja, die is Nederlands. Hebben wij geen uitleveringsgedrag met Peru? Nee. Nee. Kunnen we dat dan niet wisselen tegen zo'n Peruaans panfluitgroepje? Hey, jongen. Nee, ik heb er ook één. In Turkije hebben ze in de gevangenis ook een misverkiezing gehouden. En die heeft Öcalan gewonnen. En weet je hoe dat kwam? Ja, want in de jury zaten Henny en Henny. Ja, ik vind je als Peper leuker, Jack. Star Wars première moeten we even naartoe. Star Wars première. Ik begrijp dat gewoon dus niet. Wat begrijp je niet? Nou ja, die... Laten we eerst nog maar eens kijken wat die fans ervan vinden. Ik leuk vind aan Star Wars. Ik vind... sowieso de gevechten in de ruimte en op het land vind ik altijd heel gaaf. En de actie vind ik wel heel mooi. Hey, we gaan naar de kernramp in Japan. Nee. Dit is Star Wars. Oh, dit is Star Wars. En ik begrijp dat gewoon niet. Ze hebben dus eerst deel 4, 5 en 6 hebben ze opgenomen. Ja. Komen ze niet 10 jaar later met deel 1 aan kakken. Dat gaat toch alleen om de merchandising? Ja. Kijk, die kids die verdienen bakken vol met geld en dat proberen ze nu met die Star Wars project, proberen ze dat uit die zakken te halen. He? En die kinderen verdienen zoveel geld dat ik dus niet meer begrijp dat er nog bijstandsmoeders zijn die moeten werken met zulke rijke kinderen. He? En de enige die wat doet voor de bijstandsmoeders is meneer Menno Boeg. Die laat ze lekker zwart een beetje die 06-lijnen volbabbelen. En die krijgt 240 uur dienstverlening aan zijn broek. 240 uur dienstverlening. Dan mag je in Nederland iemand voor dood rijden voor 240 uur dienstverlening. He? En die gaat ook in de thuiszorg. Ja, krijgt hij een paard? Gaat hij bejaarden wassen? Dan heb je Menno Boeg. Je hebt een paard en je hebt natte bejaarden. Nou, dan komt de camera bij. Dan weet ik precies welke beelden wij te zien krijgen. En even over Big Brother. Ik heb 2 nominaties voor Big Brother. Rolf Wouters, Daphne Dekkers. Wegwezen, in een krat zetten. Ergens in een container. 20 camera's erop en er zenden we helemaal niets meer van uit. Zo. Ja, nou, ik vond het een leuke film. Ja. Ik vond het vooral mooi dat Herman van Veen uit het bos kwam en dan ging hij naar Ramse Shaffi. Peter, dat is de nachtvlinder. Ja. Ja, en die begreep ook helemaal niemand. Nee, omdat dit deel 4 was, maar binnenkort beginnen ze met deel 1, de nachtrups. En deel 2, dat is de nachtcocon. En deel 3 begint 's morgens vroeg met het eerste borreltje van Ramse Shaffi. Ja. Nou ja, mij lijkt het tijd om af te sluiten dan. Ik wil even terugkomen nog op die Jean-Paul van Gastel die je hebt voorgelegd. Die harmonica die kantelde. Ja, dat hebben we uitgezocht. Kijk, wat hij eigenlijk zegt is dat je op het middenveld moet je spelen met een tegengesteld trapezium. Dat moet je omkeren en dan kunnen de raaklijnen over het dieptepunt snijden. Dan komt er meer lucht in die harmonium en dan krijg je meer ruimte op het middenveld. Nou, maar ik vond dat hij het heel goed uitlegde. Maar wat bedoelde hij nou? Nou, hij bedoelde dat Feyenoord weer eens kut gespeeld had. Ah, ja. Ja. Nou, mooi jongens. We komen aan het eind en jullie weten hoe het tegenwoordig gaat op de Nederlandse televisie. Dan mag je iemand nomineren. En dan mag de kijker beslissen wie er volgende week niet meer terugkomt. Dus, Lebbes, wie nomineer jij? Ik nomineer Peter. Juist. En Figo, wie nomineer jij? Ik nomineer Peter. Ja.
Nou, ik wou Peter ook nomineren. Peter, ja, wie wil jij? Ja, ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar ik nomineer ook Peter. Juist. Nou, dan Figo en Lebbes, ik zie jullie volgende week terug. Peter, ik vond het leuk dat je er bent. Dan moet ik geloof ik nog even het woord nomineren opzoeken. Ja, dat lijkt mij ook. Tot de volgende week. Doei. Gaan we weer, de vergulde nachtspiegel. Want ook dit seizoen wordt die weer uitgereikt aan die man, vrouw of instelling die op wat voor manier dan ook de mist in is gegaan. En u kunt ons daarbij tippen. Als u iets ziet op tv of als u iets leest in de krant of als er iets in uw omgeving gebeurt. En u denkt, daar moet de vergulde nachtspiegel heen. Tip ons, schrijf ons, bel ons of e-mail ons. Ik wil meteen de eerste maar nomineren. Dat is ene Bert Heijnen. Hij is van Spaarselect. En dat is de nieuwe sponsor van de nationale schaatsploeg. En die Bert Heijnen, die mocht de nationale schaatsselectie aan de pers voorstellen. Hij kende die selectie alleen niet zo heel erg goed. Let op wat hij over Jaco-Jan Leewang zegt. Mijn naam is Bert Heijnen en ik ben hoofd public relations van Spaarselect. Jaco-Jan, wat heb je trouwens mooie sikjes, zeg. Dat is nieuw? Ja, voor jou wel. Ik zie je niet zo vaak, ja. Ja. Leven in de schaduw, hoe ga je daarmee om? Ja, hallo. Ja, ik denk dat... We zijn er mee bezig, man. Dus Jaco-Jan Leewang en die is gewoon derde op de 500 meter, derde op de 1000 meter. En dat is gewoon een wereldtopper. En het is absoluut niet in een schaduw. En het is gewoon echt een fantastische schaatser. Dat wil ik graag horen. Dankjewel. Ja, ja, ja. Oké. U bent... Renk Laan. Ja, en wie wilt u nomineren? Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland en burgemeester Asselbergs in het bijzonder. Dat we de naam er goed in hebben, hè? Ja, burgemeester Asselbergs. Waarom wilt u hem nomineren? Omdat hij zo bijzonder reageert op de verschijning van onze krantjes. Ja, dit is jullie krant. Laat hem even zien op de camera. Deze is van een jaar geleden. Daar hadden jullie bijvoorbeeld de onthulling. Alex en Emily op Brouwersdam. En dan zie je twee mensen op hun rug. Ja. Hier ook nog een onthulling uit Schouwen-Duiveland. De 17 van de 24 parkeerwachters zijn behekst en die hebben een schapenkop gekregen. Het is humor. Het is humor. Het is satire. Ja. Houdt de burgemeester er niet van? Nee, de burgemeester houdt er niet van, want hij laat alle krantjes door de politie ophalen van de verspreidingspunten. Hebben jullie iets lelijks over de burgemeester gezegd? Iets lelijks? Nee, we hebben gezegd, we hebben een geheim rapport ontdekt, een Haarsel-rapport, waarin staat dat het met het gemeentebestuur absoluut fout zit en dat ze... hun werk niet goed hebben gedaan en dat ze gewoon gaan opstappen. Humor, hè? Humor. En toen heeft hij al die krantjes in beslag laten nemen? Allemaal, ze liggen bij zijn secretaresse op de kamer. Hij wil jullie een rechtszaak aandoen? Ja, hij wil ook een aanklacht indienen bij de officier van justitie. Burgemeester Asselberg. Asselberg, we nemen hem mee zo meteen. Omdat we van hem houden. Ja, ja, vooral. We nemen hem mee. Wie bent u? Mijn naam is Jean Popma. En wie wilt u nomineren? Ik wil het gemeentebestuur van Nijmegen. In zijn geheel? In zijn geheel, gaan we niet al die namen de gemeente noemen? Nijmegen. Ja. Waarom? Waar bent u van? Ik ben van de Jeu de Boel vereniging uit Nijmegen. Ja. En op dit moment wordt onze vereniging door de gemeente de nek omgedraaid. Vertel, jullie huren een gebouw. Ja. Dat kost? Dat kost ons nu 7000 gulden. Ja. Dat kost 7000 gulden per jaar. En dan kunnen wij in het winterseizoen kunnen wij ook binnen Jeu de Boel spelen. Dat vind ik wel een beetje tuttig, binnen Jeu de Boel. Maar goed, moet gebeuren. Nou, op een gegeven moment is het zo dat de gemeente heeft ons een nieuw huurcontract voorgelegd. En dat was? Omdat men commercieel wilde gaan. En hoeveel is het huurcontract? Dat nieuwe huurcontract is 27.000 gulden. Nou, dat zeiden wij ook, dus ja, dat is precies het gebaar wat wij er ook bij maken. Terwijl de ook... gemeente Nijmegen zo propageert dat iedereen een sport moet kunnen doen. Nou, vooral zelfs oudere sporten. Jeu de Boel. Ja, nou vooral oudere sporten. En onze vereniging bestaat voor het grootste gedeelte uit ouderen. En ze meten dat vrij breed uit in de publiciteitscampagnes. Jullie wisten van niks. Het gebouw is dicht, hè? Jullie kunnen er niet in. Er hangt nu een ander slot op, ja. Gemeente Nijmegen nemen wij ook mee. Dankjewel. En ik maakte vorige week op radio bekend dat je al kon nomineren. En toen hebben we heel veel e-mails gekregen over dat fragment op televisie van Frits Bolkestein. Die is gepromoveerd, hè, naar de Europese Commissie. En meteen meende hij de hele Nederlandse media maar even een veeg uit de pan te moeten geven. Laten we nog even kijken naar wat hij zei. Even nog een weemoedige blik door het raam om daarna op het Binnenhof op een bankje plaats te nemen voor een babbeltje. Maar wat zegt hij daar nu eigenlijk? Even terugspoelen. Wat alleen tegen de korst staat is in de media, dat is ontzettend zijn. Ja, dat zijn ze altijd. Zeker voor iemand van buitenland. Dat is een soort artikel minderwaardig is complex, vind ik. Oh, je
dacht, nou, een minderwaardigheidscomplex is erg, maar een meerwaardigheidscomplex vind ik ook heel erg, hoor. Bolkestein gaat ook in het rijtje van genomineerden. U beslist. U hier beslist. Eén tel, u hier beslist. We gaan kiezen. Ik neem zo de telefoon, ik ga er wel even heen. En dat ik even moet wachten, sorry. Met Jack heeft u heel even geduld, ik leg u er even naast. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, we moeten nog stemmen. Wie gaat er naar de eindronde? Is dat die Bert Heijnen die zijn schaatsselectie niet kent? Ja. Of is dat burgemeester Asselbergs die geen gevoel voor humor heeft? Ja. Of is dat de gemeente Nijmegen die zomaar huurverhogingen van 20.000 duizend? Of is het Frits Bolkestein die niet tegen kritiek kan en opeens roept dat het allemaal zeikert zijn? Het is Frits Bolkestein die meegaat naar de eindronde. En nu ga ik naar de telefoon die daar is gegaan. Mag ik even hier langs. We zijn aan het eind van het programma. En dan kan ik u meteen wel even vertellen wie ik aan de telefoon heb. Ja, als het hallo. Goed is, Johan Cruijff. Ja, met Johan, ja. Dag. Met wie spreken? Moet ik even uitleggen. U weet dat Johan Cruijff vaste... Ben je er nog, Johan? Ja. Ja. U weet dat Johan Cruijff de vaste commentator is bij Studio Sport. Maar hij heeft zich bereid verklaard om ook iedere uitzending van Kopspijkers te analyseren. Ja, slaap. Johan Cruijff, u heeft gekeken naar de uitzending? Ja, Jack, ik vond het slechte presentatie. Slechte gasten, slecht decor, slechte grappen, slechte camera's. Maar ik vond het wel een erg leuk programma. Ah, maar dat is dus logisch, dat is dus een gegeven. Ja. Maar je moet dus nooit kijken naar wat er fout gaat. Je moet dus kijken naar de kansen. Je moet dus de boer niet schieten voordat je zijn huis verkocht hebt. Nee, precies. Is u nog iets opgevallen in het programma? Ja, ik heb dus zelf ook wel eens last van een poepfobie. Maar dan moet je gewoon een paar koppen koffie drinken. Dus het zou over. Hè? Okay. Wist je trouwens, Jack, dat Elvis ook een wc-fobie had? Die was bang dat hij op de wc zou sterven. Oh. Jordi, okay. Ga eens even buiten oefenen met een beetje voetbal. Ja, papa is op de televisie. Dat was het, Jack. Johan Cruijff, dit was het. Hartelijk dank. Kijk je volgende week weer. Ja, mooi. Danny Koffie, ik heb aandrang. Oké, dag. Dit was Kopspijkers. Tot de volgende week. Dankjewel. Oké.